In de Beatrixhal in Utrecht kon men op de tentoonstelling Wonen 1966 zijn jas aan een handige Deense kapstok hangen die weinig plaats hoeft in te nemen. En zo was men dan meteen thuis op deze internationale show van wooncultuur. Gebrek aan plaatsruimte noodzaakt nog altijd tot het zoeken van handige methoden van opbergen. Steeds meer vindt ook de draaibare stoel toepassing. Vaak zal deze in de richting van het tv-toestel gedraaid staan en zich in ieder geval gemakkelijk daarheen kunnen wenden wanneer dat kille oog uit de verhullende kast tevoorschijn is gekomen. Ook dat tv-toestel is tegenwoordig gemakkelijk draaibaar op te stellen, waardoor de kijkers wat vrijer in de kamer kunnen zitten. Vrijheid van bewegen staat vele ontwerpers voor ogen. De meubelen zijn vaak veel lichter dan ze eruit zien. Aan de verlichting wordt ook voortdurend meer zorg besteed. Die dient allang niet alleen meer om het daglicht zo goed en zo kwaad als het gaat te vervangen, maar schept ook sfeer. Nu er aan de verlichting geen vuur meer te pas komt, zijn er in alle mogelijke kleuren onbrandbare gordijnen voorhanden. De kunststoffen hebben het binnenhuis ook al voor een goed deel veroverd. Men zag op de tentoonstelling zeer veel nylon tapijten, die door hun effen vlakken zeer fraai contrasteren met de vele nieuwe vormen van het moderne meubel. Men kan er tegenwoordig wel verzekerd van zijn dat die nieuwe vormen vaak ontstaan zijn door het zoeken naar gemak en doeltreffendheid. De techniek en de vele nieuwe materialen stellen in staat om vrijwel iedere vorm ook uit te voeren. Zo bood de tentoonstelling Wonen een beeld van wat Nederlandse en buitenlandse ontwerpers en fabrikanten te bieden hebben om ons binnenhuis open en vol kleur in te voegen in onze tijd.